De voorbereiding op het seizoen 2014-2015 is in volle gang. Voor Zakaria Labiat mag het seizoen wel gaan beginnen. Ja, natuurlijk. Als voetballer, als je in de voorbereiding zit, dan hoop je zo snel mogelijk gewoon bij de eerste competitiewedstrijd te komen. En we hebben nog een aantal weken om daar naartoe te werken. Want hoe ver staan jullie als team? Nou, ik denk dat we als team redelijk fit zijn, zeker. En je ziet ook dat we op elkaar ingespeeld raken. En ik denk dat we nog wel een paar weken nodig hebben om echt op ons niveau te komen. In de oefenwedstrijden speelde Labiat als buitenspeler. Een andere positie dan vorig seizoen. Nu moet ik me richten op een nieuwe positie. Niet nieuw voor mij, maar nieuw binnen Vitesse. En ik voel me prettig daar en ik probeer gewoon als die voor mijn team te werken. De trainer wil me dicht bij de goal hebben. En, wat ik ook snap, zeker. En ik probeer gewoon mijn bijdrage te leveren en veel goals te maken. Heb je zelf ook het gevoel dat je gevaarlijker kan zijn op die positie? Ja, je ziet ook dat ik zodra ik dichter bij de goal kom, dat ik ook beslissend kan zijn. Voor het team zelf ook. En ik denk voor mezelf is dat ook belangrijk. Labiat kwam in januari naar Vitesse. Nu is de aanvaller er vanaf de eerste dag in de voorbereiding bij. Het is anders als je halverwege het seizoen komt. Waar ik ook eigenlijk niet fit was. Wedstrijd fit. Nu ik de hele voorbereiding kan meemaken. En nu ik ook eigenlijk in de Ramadan zit, word je sneller fit eigenlijk. En ik hoop daardoor een hele seizoen kunnen voetballen. Vitesse oefent dit seizoen niet tegen amateurclubs. Een andere voorbereiding dan Labiat gewend is. Maar wel een die past bij Vitesse. Ja, eigenlijk wel tegen amateurclubs. Met alle respect voor amateurclubs. Maar dan, wij zijn een team die graag druk wil zetten. En tegen amateurs zal dat moeilijk zijn. Omdat je dan veel balbezit hebt. En nu we tegen BVO spelen. Is dat makkelijker te beoefenen. En dat zie je ook aan de resultaten. Dat we nog een weg hebben te gaan om wedstrijden te winnen. Als je kijkt naar de eerste wedstrijd en onze laatste wedstrijd, dan zie je dat we zeker stappen hebben gemaakt als team ook. Dat we als team sterker zijn geworden en graag voor elkaar willen werken. En dat zie je ook in de laatste wedstrijd. In de laatste week voor de opening tegen Ajax speelt Vitesse nog twee mooie oefenwedstrijden. Dat vindt ook Labiat. Ja, natuurlijk. Dat zijn twee pittige wedstrijden voor Ajax. Chelsea is er één van. En ik denk uit naar Bolton Wanderers dat het ook een pittige wedstrijd is. Het is een goede test voor ons. En hopen dan klaar te zijn voor de eerste competitiewedstrijd.